Lisette Donkersloot, a.k.a. Liz Kubrick. Ja, we hebben een video gedaan van Nothing Really Matters. Dat we dat hebben kunnen doen en ik haar gewoon lekker de dingen heb kunnen laten doen zonder invloed te hebben erop. En alsnog op een positieve manier verrast te worden, dat was voor mij reden genoeg om zeker te zijn van mijn zaak om ook aan dit project te beginnen. You and me will meet someday. I think the first thing you will say is some life. I've made some mistakes in the past. Het is natuurlijk allemaal hierbij begonnen. De luisteraars konden hun ideeën inzenden. En aan de hand van dat werd eigenlijk een soort compilatie of een soort verzameling aan ideeën in één verhaal gestopt. Het speelt zich af in een bar. In die bar zijn meerdere verhalen die langs elkaar heen lopen. Eén moment zie je iemand zitten, dan draait de camera weg. En dan is er heel wat gebeurd en dan mag de kijker invullen wat daar heeft afgespeeld. Don't move hands up to the sky. What should I do? Just run away. The pistol's on me, but it's not mine, I say. It's like it's all falling out. Het feit dat Lisette ook gewoon heel erg out the box denkt, is iets wat ik heel erg respecteer en heel erg waardeer. So much clearer now. I've made some mistakes in the past, but something that is cannot change. I try to do the best that I can to wish it all away, but I would do it all again. I would do it all again. Ja, ik ben nu al heel blij. Ik heb wat beelden teruggekeken en ik ben echt diep onder de indruk. Kan je je handtekening erop zetten? Hè? En dan verkoop ik. Ik denk niet dat je er veel van krijgt.